Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Het is vandaag vrijdag en geloof het of niet, het is bloedheet. Het is niet te doen meer. Het is echt ongelooflijk. Ik heb gisteravond gewerkt, warme maar leuke werkdag gehad. Het is nu vandaag vrijdag en ik ben vrij, ik ben thuis. Ik ben aan het niksen, want het is allemaal veel te warm om überhaupt iets te gaan doen. En ja, dat is eigenlijk zo'n beetje wat ik te vertalen heb. Het is 11:45, het is precies 30 graden en ik hou het nu al niet meer uit. We zijn nog niet eens halverwege de dag. Oh jongens, niet te doen dit, echt niet te doen. In ieder geval, welkom bij een nieuwe vlog. Als jullie de vorige video gezien hebben op mijn kanaal, dan weten jullie dat ik druk bezig ben met het nieuwe oprichten van mijn kanaal. Ik ben niet helemaal mee eens hoe ik begonnen ben, bla bla. Wil je nou even zien wat ik hier allemaal over te vertellen heb? Ga dan eventjes naar het linkje in de beschrijving. Stop deze video en ga die eerst even kijken, dan snap je waar ik het over heb. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Namelijk vandaag wil ik jullie gewoon lekker weer ouderwets een dagje meenemen. Alhoewel er niet heel veel gedaan wordt met het ontzettende warme weer. Ja, had ik gewoon zin om jullie lekker een dagje mee te nemen. Ik weet niet waarom, ik had er gewoon zin in. Ik heb het vloggen gemist. En ik heb er energie naar, dus laten we zeggen, laten we dat gewoon lekker doen. Ik ben zo luchtig mogelijk aangekleed. Kortom, ik heb alleen een jurkje aan en een onderbroek. Misschien niet te veel detail, maar het is veel te warm. Veel te warm om iets te doen, iets aan te trekken. Alles kleeft en plakt. Het is gewoon niet lekker. Ik zit hier veilig onder de fan 1, fan 2 en daarachter fan 3. En ik blijf binnen. Niet te doen. Een paar dingen te vertellen. Allereerst natuurlijk over het kanaal. Wat dus een kleine verandering gaat krijgen. Ik heb wel besloten om door te gaan op mijn oude kanaal. Omdat ik daar gewoon meer kijkers op heb. En dit gaat een behoorlijke tijd duren voordat ik weer hetzelfde aantal kijkers heb. Wat dus betekent dat ik ga beginnen met mijn oude kanaal weer. En dat ik dit extra kanaal hou voor extra video's. Dus eigenlijk precies het omgekeerde als wat ik in het begin heb verteld. Toen ik met dit kanaal begon. Ik wilde dit kanaal voor vloggen houden. En dat ga ik nu dus eigenlijk precies andersom doen. En voor de rest. Goed. Ondanks de bloedhitte, want het is gewoon 36 graden op dit moment. Niet te doen. Ondanks de hitte. Even naar de winkels. Mijn ouders zijn net geweest en boodschappen gaan halen. En ik ga nu onderweg naar de kruidvat om afzorbijt te halen. Want mijn moeder en ik zijn dus allebei helemaal lek geprikt. We hebben overal jeuk als een rek. Dus ik ga even afzorbijt halen. Het is zo heet. Niet normaal, echt. Het is ook gewoon niet meer uit te houden. Ik zit alleen maar binnen onder de van. Het is ook gewoon niet verstandig om buiten te gaan zitten. Het is zo ontzettend heet. Ik loop ook gewoon nog steeds lekker in een jurkje. Super chill, super simpel. Lekker makkelijk. Maar ja, toch even een boodschapje halen. Toch eventjes een beetje vitamine D op doen. Ik heb ook gewoon nog helemaal niks op aan eten of zo. Ik heb ook helemaal geen honger. Ik heb misschien een paar crackertjes vanmiddag op. Om 11:30. Maar voor de rest heb ik niks op. Ik krijg niks weg. Het enige wat ik doe is heel veel drinken. Maar ja, ik mag natuurlijk ook niet altijd fruit en zo. Het is gewoon echt heel lastig om te kijken van wat mag ik wel en mag ik niet. Maar ja, het is wat het is, helaas. Vanaf het weekend zou ik dus waarschijnlijk ook helemaal niks meer mogen eten. Morgen nog wel, morgen zaterdag mag ik nog wel lichte dingen eten. Maar zondag mag ik helemaal niks meer eten. Ik mag zondag een vloeibaar ontbijt eten, dus dat zal iets van vla zijn. En de rest van de dag mag ik alleen maar drinken. Ik mag niks eten. Ik mag heldere dranken drinken. En ik moet natuurlijk nog die 6 liter, 6 was 6? Ja, 6 liter van die vieze drank drinken. Daar zit ik natuurlijk ook niet op te wachten. Het moet.
En maandag heb ik dan het darmonderzoek. Ik ga gelukkig wel onder narcose. Ik ga slapen. Dat is wel gewoon heel fijn. Maar hoe het verder gaat, dat weet ik niet. Ik vind het ook gewoon nog echt gewoon wel heel erg eng. Ondanks ik ga slapen. Maar de kans dat ik ga slapen is groot. Maar ik kan er ook van wakker blijven. Wat dus wel betekent dat ik alles wel voel en meemaak. Ik kan jullie wel zeggen dat het geen pretje is als er iets aan de achterkant, zeg maar, naar binnen gaat. Ja. Dus dat is gewoon heel erg naar. Maar ik wil wel gewoon zo lang mogelijk mijn rust ook pakken in verband. En ik moet natuurlijk ook gewoon zo lang mogelijk rustig houden. Maandag zelf. Ik ga maandag overigens wel vloggen. Ik wil het wel vastleggen. Zondag en maandag ga ik vloggen. Dus ja, ik ben eigenlijk weer heel erg benieuwd hoe het gaat lopen. Maar we zullen het zien. Maar het komt allemaal goed. Het komt echt allemaal goed. Waarschijnlijk stelt het daarna gewoon helemaal niks voor. Het is een beetje donker. Ja. Er schijnt dus een rode maan of iets te zijn. Dode maan, rode maan, ik weet het niet meer. Maar ik zie dus helemaal niks. Echt helemaal niks. Trouwens, een kleine sneak peek. Hoe het hier uitziet. Nog een oorlog. Even dicht doen. Ik zie dus helemaal geen maan. Zie jij wat? Nee, nog niet. Zeg maar wel wat. Ik zal wat zijn van kunnen. Er is wel een rode gloed aan de lucht. Dat dan wel. Maar ik zie dus verder helemaal niks. Ik loop hier ook dus gewoon doodleuk in mijn pyjama en mijn slippers. Dus aan die kant wel rood. Daarachter. Als je gekke lichtje uitdoet, dat is even. Alleen is weer rood, wat ik zie zijn er al een paar van. Nee, maar ik bedoel de lucht. Is aan die kant wel rood. Niet dat er heel veel te zien is. Ik heb hier op zee gevallen. Huh? Nou, de sky view. Kan je zien waar de maan op moeten zijn. Skyview. Nou, download het even op je telefoon. Oh, ik niet.